Hallo jongens, meisjes van Tolkeres Gamer. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag 10 dingen die de meeste mensen niet kunnen doen. En ik ga het namelijk ook proberen. En dan gaan we kijken of ik Tolkeres Gamer het wel kan doen. Dus druk op de duimpje, abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we gewoon het ding doen. Nou, op nummer 10 hebben we eigenlijk best wel heel iets makkelijks. Raise one eyebrow. Of gewoon, doe gewoon één wenkbrauw omhoog en de andere normaal. Dat kan ik wel. Kijk. Ik kan er zelfs mee spelen, denk ik, of niet? Nee, ik kan er niet echt mee spelen. Misschien wel, is het? Nee, ik kan die andere niet omhoog krijgen. Waarom kan ik die andere niet omhoog krijgen? Deze krijg ik makkelijk omhoog. En die andere... Nee, het lukt niet. Oké, op nummer 9. Deze gaat me waarschijnlijk gewoon niet lukken. Lik je elleboog. Ja, oké, deze heb ik al een keer geprobeerd. Het lukt me niet. Misschien lukt het me vandaag wel. Alright, boys. Let's go. Auw. Auw, dat deed pijn. Hoe doet deze gozer het dan wel? Even serieus. Hoe de fuck doet hij het? Gleeking. Dit ga ik niet eens proberen. De meeste mensen kunnen dit wel trouwens. Ik heb tenminste vrienden op school gehad die dit wel kunnen. Dan gingen ze zo maar water in hun mond doen. En dan gingen ze het op deze manier spuiten. Ik vind het echt heel vies, maar de meeste mensen kunnen dit. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik weet het niet eens proberen. Op nummer 7, twitch your nose. Ik heb geen flauw idee wat dit is, maar op 6 zie ik iets leuks. Wiggle your ear. Ik kan mijn oren laten bewegen. Oké. Ik doe even mijn oordopjes uit, zodat jullie het goed kunnen zien. Check dit. Oh. Ja, ik weet niet. Ik beweeg een soort van mijn voorhoofd of zo. En dan bewegen mijn oren erbij. Ik weet niet eens of dat goed is of niet goed is. I don't know, maar het beweegt. Hey. Op 5 hebben raak je neus of kin aan met je tong. Oké, dus ik moet met mijn tong moet ik of mijn neus of mijn kin raken. Oké. Ik ga als eerst proberen om mijn neus aan te raken. Oké, nee, dat gaat sowieso niet lukken. Mijn kin. Ah, ja. Oké, nee, soort van. Ja, ik heb een soort van mijn kin wel geraakt. Ja. Ik heb mijn kin gewoon geraakt, hoor. Mijn neus kan ik niet, man. Nee, mijn... Wacht eens even. Nee, net niet. Ik heb niet zo'n hele lange tong, jammer genoeg. Rare tongtrucjes. Wat doet zij allemaal? Laten we eens even kijken wat zij allemaal met haar tong kan doen, jongens. Nou, dit is waarschijnlijk goed met lekker zoenen. What the fuck is dit? Er was gewoon een gat in haar tong, gewoon... Maar hoe de fuck kan je dit überhaupt doen? Ik snap het echt niet. Ik heb dus geen flauw idee hoe dit kan, jongens. Hé, wat de fuck doet ze allemaal nog meer? Wat is dit allemaal, jongen? Holy shit. Enig iets wat ik met mijn tong kan is dit. What the fuck? Hele... Gekke... Oké. Ga niezen met je ogen open. Oké, dit kan niet. Misschien dat je ogen eruit vallen of zo. I don't know. Maar ik kan echt niet niezen met mijn ogen open. Ik weet niet of jullie het ooit hebben gedaan. Maar het kan waarschijnlijk gewoon niet. Kriebel jezelf. Oké. Ik kriebel mezelf. Dat werkt niet, jongens. Dat werkt niet. Oh, wacht, hier zie ik iets grappigs. De paralyzed finger trick. Ik heb wel eens een keer een trucje gezien met je hand. Wat eigenlijk niet de meeste mensen kunnen, maar al mijn vrienden kunnen het wel. Dus eigenlijk kunnen best wel veel mensen het. Check dit, jongens. Dit is een normale hand. Ja? Niks speciaals. Dit is niet zo moeilijk, denk ik. Ik denk dat iedereen het kan als je een beetje goed op concentreert. Oké, nog iets cools. Ik heb geen idee. Jongens, ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Ik wil dat jullie allemaal in de reacties achterlaten wat jullie wel kunnen, wat jullie niet kunnen. Ik wil het weten, oké? Bedankt voor het kijken. Dan zie ik jullie weer ooit.